Bedrading en gereedschap. In de elektronische apparatuur speelt bedrading een belangrijke rol. Een kijkje in dit apparaat laat ons zien dat vele componenten door middel van bedrading met elkaar zijn verbonden. Hoewel er tegenwoordig steeds meer wordt overgegaan op gedrukte bedrading, zullen draad, snoer en kabels steeds een belangrijke plaats blijven innemen. Er moeten immers tussen de verschillende apparaatdelen en printplaten ook weer verbindingen komen. Voordat bedrading gemonteerd kan worden, zullen we het eerst moeten afwerken. Dit afwerken gebeurt met speciaal daarvoor ontworpen gereedschap. In dit cursusgedeelte wordt je geleerd hoe je met deze gereedschappen kunt werken. Ook de afwerkingsmethode van de verschillende bedradingssoorten wordt behandeld. Deze opleiding vindt plaats achter een leerunit. Al het gereedschap wat zich in deze leerunit bevindt, wordt in deze opleiding behandeld. Tijdens de opleiding krijg je de beschikking over een aantal hulpmiddelen als een televisie, een videorecorder en een cursusboek. Maar nu eerst het cursusgedeelte over bedrading en gereedschap. Je hebt het eerste gedeelte van het cursusboek over bedrading en gereedschap bestudeerd. Waarschijnlijk heb je toen ook de behandelde gereedschappen uit de leerunit in je handen genomen en goed bekeken. Als je dit bent vergeten, bekijk de behandelde gereedschappen na dit videoprogramma dan alsnog. Je bent nu gekomen aan het praktijkgedeelte waarin 18 oefeningen zijn opgenomen. Het is nu de bedoeling dat je deze oefeningen in overleg met je chef gaat maken. Dit videoprogramma wil je daarbij helpen. Laten we nu samen eens naar zo'n oefening kijken. We zien dan staan wat voor materiaal we nodig hebben onder vermelding van het juiste codenummer. Leg het benodigde materiaal klaar en let op dat je materiaal neemt met het juiste codenummer. Ook het benodigde gereedschap leg je klaar. Richt de werkplek zo optimaal mogelijk in. Wat je in je rechterhand neemt, rechts. En wat je in je linkerhand neemt, links van je. Dan ga je de opdracht en de tekening nauwkeurig bekijken. Heb je dat gedaan, dan schakel je de tv in en de videorecorder. Je bekijkt dan het programmagedeelte wat bij de betreffende oefening hoort. Hierin wordt je precies voorgedaan hoe je de opdracht kunt uitvoeren, hoe je het gereedschap moet hanteren en waar je speciaal op moet letten. Ook wordt aangegeven hoe je de werkstukken van de oefening zelf kunt controleren. Wanneer de tekst "Stop recorder" in beeld verschijnt, stop je de recorder en je kunt met de oefening beginnen. Op het eerste gezicht lijkt het misschien allemaal erg ingewikkeld. Maar je zult zien dat wanneer je de eerste oefening eenmaal gemaakt hebt, het best meevalt. Ik zal proberen om iedere oefening zo duidelijk mogelijk voor te doen. Bovendien heb je nog je cursusboek, waarin de gehele opdracht beschreven staat. Zijn er dan nog onduidelijkheden, blijf daar niet mee zitten, maar vraag je chef of instructeur om uitleg. Dus, je leest eerst je opdracht, legt de benodigde materiaal en gereedschap klaar, en bekijkt het videoprogramma. Als alles je dan duidelijk is, ga je de oefening maken. Heb je vragen? Stel ze dan en laat ze niet onbeantwoord.
voor we nu met de oefeningen gaan beginnen, nog even een korte herhaling van hetgeen je in het cursusboek hebt gelezen. In het cursusboek hebben we diverse soorten bedrading besproken. Daarbij hebben we het gehad over draad, snoer, enkelvoudig afgeschermde kabel, meervoudig afgeschermde kabel en de draadboom. Willen we vanuit deze batterij een stroom laten vloeien, door bijvoorbeeld een lampje, dan zullen we die stroom moeten geleiden. In dit geval zal, wanneer ik de stroomkring sluit, een stroom gaan vloeien vanuit de batterij door dit lampje. De stroom wordt dan via deze bedrading naar het lampje geleid. Hier zie je de opbouw van draad. De kern die de stroom moet geleiden bestaat uit massief koper. De kern is omgeven door een isolatiemateriaal. Draad is door zijn massieve kern vrij stug. Buig je het, dan behoudt het zijn gebogen toestand. Snoer daarentegen is veel soepeler en veerkrachtiger. Dit komt omdat de kern van snoer is samengesteld uit een aantal in elkaar getwiste adertjes. Ook deze kern is weer omgeven door een isolator. Dus draad heeft een massieve kern en snoer een kern van in elkaar getwiste adertjes. De kern noemen we de geleider, omdat deze de elektrische stroom geleidt. Als er in de geleider een elektrische stroom vloeit, dan vloeien zeer kleine deeltjes door de kern. Deze deeltjes worden elektronen genoemd. Wanneer meerdere draden of snoeren worden samengebundeld, mogen die elektrische deeltjes niet van de ene kern in de andere kern vloeien. Daarom worden de kernen van elkaar gescheiden door isolatiemateriaal, wat rondom de kern is aangebracht. De hoeveelheid te transporteren elektrische stroom bepaalt hoe dik de geleider moet zijn. Kleine stromen, dunne geleiders. Grote stromen, dikke geleiders. Dan hebben we het gehad over kabels. Dit zijn een aantal draden of snoeren die bij elkaar gehouden worden door een ommanteling. Kabels worden toegepast als er van dezelfde plaats verschillende signalen naar een andere plaats getransporteerd moeten worden. Het aantal signalen bepaalt dan hoeveel aders de kabel minimaal moet hebben. Ook behandeld is de enkelvoudig afgeschermde kabel. De opbouw is de kern, een geleider, isolatie, een gevlochten metalen mantel, ook een geleider, en daaromheen weer een isolator. Dus kern, isolatie, mantel, isolatie. Enkelvoudig afgeschermde kabels worden toegepast als aan de elektrische signalen die door de kern vloeien speciale eisen gesteld worden. De elektrische signalen worden dan voor storingen van buitenaf afgeschermd. Voor deze afscherming zorgt de in elkaar gevlochten metalen mantel die veelal geaard is. De coaxkabel is ook een enkelvoudig afgeschermde kabel waaraan nog strengere eisen worden gesteld. Bij hoogspanningskabel is er weer speciaal aandacht besteed aan het isolatiemateriaal. De hoge spanning wordt geïsoleerd door dikker isolatiemateriaal. Hoogspanningskabels komen voor met en zonder afscherming. Voor het bedraden van een apparaat worden veelal verschillende soorten draden, snoeren en afgeschermde kabels gebruikt. De verschillende soorten draden, snoeren en afgeschermde kabels worden dan samengebundeld door middel van afbindmateriaal. Het bundelen gebeurt meestal op een draadboomplank. Het maken van zo'n draadboom gaan we in deze opleiding ook beoefenen. In het cursusboek zijn ook de bedradingsgereedschappen beschreven, maar hier kom ik uitvoerig op terug bij de behandeling van de oefeningen. Dan zal ik je precies vertellen hoe je de gereedschappen moet hanteren en instellen, en waar je speciaal op moet letten. Maar ga nu eerst de opdracht in oefening 1 bekijken. Dan kom ik daarna hierop terug om deze oefening voor te doen.
Voor oefening 1 heb je nodig de maatlat, de kleine zijkniptang en de SIS-striptang. De opdracht luidt het aanstrippen aan twee kanten van 30 draden volgens tekening. Totale lengte van de draad 100 mm. Striplengte 6 mm. Wat wil dat nu precies zeggen? Hier zie je zo'n afgewerkte draad, welke is afgewerkt volgens de opdracht van oefening 1. De isolatie is aan beide uiteinden 6 mm verwijderd. Voor dat verwijderen van de isolatie maken we gebruik van de SIS-striptang. Zo'n tang heeft een kleminrichting die de draad of het snoer tijdens het strippen vastklemt. Aan deze kant bevinden zich een stel messen voor het insnijden van de isolatie. Met deze messen kunnen aders van verschillende dikte worden gestript. Kijk, deze uitholling is voor een dikkere draad dan deze. Je ziet bij de diverse uithollingen staan voor welke kerndikte deze geschikt zijn. Raadpleeg hiervoor nog eens blad 9 van het cursusboek. Wanneer je de draad aanstript in een te klein gekozen uitholling, dan beschadig je de kern. Zo een beschadigde draad moet worden afgekeurd. De draad moet ook worden afgekeurd als deze rood is gestript. Rood strippen wil zeggen dat de kern licht is beschadigd door het schrapen van de messen over de kern. Overtuig je dus eerst welke uitholling in de messen je moet kiezen voor je gaat strippen. Nu de werkwijze. Je knipt eerst de draden op de juiste lengte. Heb je dat gedaan, dan leg je de draad zo, tussen de bekken, in de juiste uitholling van de tang. Dit is dan de striplengte die 6 mm moet bedragen. Als de handgrepen worden samengeknepen, sluit eerst de kleminrichting zich en de draad is nu vastgeklemd. Dan sluiten de messen, de isolatie wordt ingesneden en vervolgens gaan de bekken uit elkaar zodat de isolatie van de kern wordt afgeschoven. De tang vergrendelt zich. Laat je nu de handgrepen iets terugkomen, dan blijft de tang vergrendeld en alleen de kleminrichting opent zich. De draad kan worden uitgenomen. Wanneer de handgrepen verder worden losgelaten, sluit de tang zich automatisch. Dat is alles. Nu nog eens. Draad tussen de messen in de juiste uitholling aanbrengen. Handgrepen samenknijpen. Kleminrichting sluit zich en de messen snijden de isolatie in. Isolatie wordt van de kern geschoven. Handgrepen iets loslaten, draad uitnemen en de tang springt weer dicht. Als de juiste uitholling in de messen is gekozen, wordt de kern niet beschadigd. Overtuig je daarvan en controleer dit goed. Toen we zojuist gingen strippen, heb ik gezegd dat dit de striplengte was. Deze moest ongeveer 6 mm zijn. Om dit nauwkeurig te kunnen doen, zou je iedere keer die striplengte moeten meten, wat nogal omslachtig is. Voor 1 of 2 stripbewerkingen gaat dat nog wel, maar moet je een groot aantal draden strippen, dan neemt dit te veel tijd in beslag. Een hulpmiddel hiervoor is een aanslag op de tang te monteren. Dit hoef je voor al die draden dan slechts eenmaal te doen. Door nu de draad tot aan de aanslag in de tang te brengen, is de striplengte altijd goed. Voor je nu met de oefening begint, raad ik je aan om blad 9
de SES-triptang en blad 19, de opdracht, nogmaals over te lezen. Succes! Hetzelfde gereedschap als uit oefening 1 gaan we nu oefening 2 maken. Het enige verschil is dat je nu snoer gaat afwerken. Ook weer volgens opdracht en tekeningen uit het cursusboek. Totale lengte van het snoer 100 mm, striplengte 6 mm. Let maar weer goed op. Snoer dat van tevoren op maat geknipt is, wordt tussen de bekken in de juiste uitholling gelegd. Handgrepen samenknijpen en je ziet dit gebeuren. Handgrepen terug laten komen, snoer eruit nemen en de tang springt weer automatisch terug. Dan de controle. Door een verkeerd gekozen mesholte strip je bij snoer gemakkelijk een aantal adertjes weg. Kijk, zoals hier is gebeurd. Dergelijke afgewerkte snoertjes moeten worden afgekeurd. Ook al zijn er slechts een paar adertjes weggestript, dan toch afkeuren. Bij twijfel altijd je chef raadplegen. Ik zal de juiste bewerking nu nog eens laten zien. Dan kun je dadelijk zelf met de oefening aan de gang. Oefening 3 heb je dit gereedschap alvast klaargelegd. Controleer maar even mee. De SES-striptang, maatlat, zijkniptang, tuletang en een uitdrukker, ook wel pluistang genoemd. Uitdrukkers bestaan er in verschillende maten voor verschillende draaddikten. Dit wordt aangegeven met de kleur van de uitdrukker. Voor deze oefening maken we gebruik van de groene uitdrukker. In deze oefening ga je enkelvoudig afgeschermde kabel afwerken. Enkelvoudig afgeschermde kabel is opgebouwd uit een kern, daaromheen een isolatie, dan de mantel en weer een isolator. We gaan in deze oefening 30 afgeschermde kabeltjes van 100 mm lengte afwerken. En dat wil zeggen dat we afscherming en kern gaan scheiden. Eerst gaan we de kabeltjes op lengte knippen. Denk eraan dat de afgeschermde kabel het juiste codenummer heeft. Heb je dat gedaan, dan gaan we met de afwerking beginnen. Bewerking 1. Buitenisolatie met behulp van de SES-striptang 30 mm verwijderen. Kabel tussen de bekken in de juiste uitholling leggen. Handgrepen samenknijpen en de isolatie verwijderen. Nu eerst controleren of de mantel niet door de messen is beschadigd. Wanneer een te kleine mesholte is gekozen, kun je een dergelijk beschadigde mantel verwachten. Zo'n beschadiging betekent afkeuren. Dit is voor zo'n klein snoertje geen probleem. Wanneer de af te werken afgeschermde kabel echter in een draadboom is verwerkt, betekent afkeuren heel wat meer problemen. Hiervoor zal de hele draadboom losgeknipt moeten worden.
Voordat je in zo'n geval daarmee begint, overleg je eerst met je chef of er misschien nog een andere oplossing is om de fout te herstellen. Maar nu verder met de oefening. We gaan met behulp van de uitdrukker de mantel en de ader van elkaar scheiden. Druk daarvoor de mantel iets op. Dan neem je de uitdrukker zo in je hand en trek de binnenpen er gedeeltelijk uit. Schuif nu de uitdrukker over de ader en onder de mantel. Let er daarbij vooral op aan welke kant de punt van de uitdrukker onder de mantel wordt aangebracht. Schuif nu de uitdrukker tot het eind van de afscherming en maak met de punt voorzichtig een opening in de mantel, zo dat hier de punt weer tevoorschijn komt. Nu buig je de afgeschermde kabel langs de uitdrukker en houd het geheel op deze manier vast. Als nu de binnenpen in de uitdrukker wordt gedrukt, dan zie je dit gebeuren. Mantel en ader zijn nu van elkaar gescheiden. De mantel wordt nu in elkaar getwist. Let erop dat de afscherming niet te strak om de binnenader zit. Dit kan je voorkomen door tijdens het twisten de mantel zo vast te houden. Nu wordt de mantel geïsoleerd met dit stuk PVC-buis. Dit gedeelte van de kabel is nog onvoldoende geïsoleerd en hier brengen we zo'n isolatietule omheen. Voordat we de tule over de bekken van de tuletang schuiven, wordt deze eerst bevochtigd met bijvoorbeeld water of alcohol, wat het aanbrengen van de tule vergemakkelijkt. De tule moet geheel over de bekken zijn geschoven en niet zoals hier. Knijp ik de handgrepen samen, dan wordt de tule niet in zijn geheel opgerekt, maar zal inscheuren en van de tang springen. Zo is het beter. Tule oprekken, de gedeeltelijk afgewerkte kabel door de opgerekte tule voeren tot op de plaats waar deze moet zitten, ongeveer halverwege over de buitenisolatie. Handgrepen van de tuletang terug laten komen, tule met één vinger op de plaats houden en de tuletang terugtrekken. Dit is het resultaat. Voor je nu direct met de oefening begint, lees je blad 12, de tuletang, en blad 13, de uitdrukker, nog eerst eens over. Bestudeer ook de opdracht op blad 21 en ga dan pas met de oefening aan de gang. Maar nu eerst nog eens, stap voor stap, de te volgen werkmethode. Buitenisolatie 30 mm wegstrippen. Mantel iets opdrukken. Mantel en ader scheiden met behulp van de uitdrukker. Mantel iets twisten en de PVC-buis aanbrengen. Ten slotte de isolatietule met behulp van de tuletang aanbrengen. Het resultaat. Nu is het jouw beurt. Succes! In oefening 4 gaan we het uitkammen van de mantel bij enkelvoudig afgeschermde kabel beoefenen. Dit betekent dat we mantel en binnenader van elkaar gaan scheiden door het uitrafelen van de mantel met behulp van een kraspen of pincet.
Deze afwerkmethode is veel arbeidsintensiever dan de methode met de uitdrukker en wordt daarom niet veel meer toegepast. Toch is het van belang dat je ook deze afwerkmethode beheerst. Een monteur of monteuse die maar één enkel afgeschermde kabel, bijvoorbeeld in een draadboom, moet afwerken en niet beschikt over een uitdrukker, zal het dan op deze manier moeten doen. Ook wordt deze afwerkmethode nog toegepast bij coaxkabels. In deze oefening maak je gebruik van de SIS-striptang, de maatlat, de kleine zijkniptang en de kraspen of pincet. De maatlat en de zijkniptang voor het op maat knippen van de 30 afgeschermde kabels van 100 mm lengte. De SIS-striptang om de op maat geknipte kabels aan te strippen. Aan één kant wordt de buitenisolatie en mantel 22 mm weggestript. Aan de andere kant strip je alleen de buitenisolatie 30 mm weg. Is dit gebeurd, dan de 30 mm mantel voorzichtig uitkammen. Je begint hier en werkt langzaam tot aan de buitenisolatie. Denk eraan dat je de mantel en de binnenisolatie niet beschadigt. De andere kant ga je nu verder afwerken door 8 mm buitenisolatie te verwijderen. De uitgekamde mantel wordt voorzichtig in elkaar getwist. Denk er weer aan dat de binnenisolatie niet wordt afgeklemd. Nu knip je de mantel op 8 mm lengte af. Nu de laatste handeling, het aanstrippen van de binnenaders. Dan de controle. Let op beschadigingen van binnenaders, kern en mantel. Bestudeer voor je met de oefening begint de opdracht en lees wat er onder de rubriek opmerkingen staat. Afgeschermde teflonkabel wordt veel toegepast. De isolatie van de binnenaders van dit soort kabel is een teflonproduct. Teflon heeft het voordeel dat het tijdens het solderen niet door de hete soldeerstift wordt aangetast. Dit in tegenstelling tot PVC. PVC schroeit en schrompelt weg bij oververhitting. Je ziet dat de teflonisolatie niet verandert. Teflon kan schadelijk zijn voor de gezondheid en we willen je dan ook op de volgende punten attenderen. Ook voor het afwerken van deze kabel maken we gebruik van de automatische striptang.
Daarvoor moeten echter eerst de messen vervangen worden door messen met de kleinste uithollingen, ook wel L-messen genoemd. Dit omdat de af te werken teflonkabel erg dun is. Bij de SIS-striptang horen meerdere stellen messen, welke worden aangegeven met L, M, E en S-messen, of met een type nummer op het mes. Voor het verwisselen van de messen ga je als volgt te werk. Deze twee schroeven, aan de meskant dus, draai je eerst met een goed passende schroevendraaier los. Een goed passende schroevendraaier wil zeggen dat het blad, dat is dit gedeelte van de schroevendraaier, net zo breed of iets breder en iets dunner is dan de sleuf in de kop van de schroef. Dit voorkomt dat het blad van de schroevendraaier te gemakkelijk uit de sleuf kan schieten, waardoor de kop van de schroef beschadigd kan worden. Je draait de twee schroeven los. En neem ze eruit. Leg ze zo neer dat ze niet van de tafel rollen. Dan verwijder je de klembeugel. En leg deze naast de schroeven. Vervolgens het ondermes wegnemen. En het bovenmes uithaken. Bij het inzetten van de nieuwe messen ga je precies omgekeerd te werk. Het bovenmes inhaken. Het ondermes plaatsen, klembeugel aanbrengen en de schroeven met duim en wijsvinger los indraaien. Voordat je de schroeven met behulp van de schroevendraaier vastdraait, eerst de messen positioneren. Daarvoor knijp je de handgrepen zo ver samen dat de messen net sluiten. De juiste uithollingen moeten nu recht tegenover elkaar liggen. Is dit niet het geval, dan eerst de messen positioneren en daarna de schroeven vastdraaien. Lees voor je straks met het wisselen van de messen begint, eerst het gedeelte uit je cursusboek op blad 9 nog eens over. Nu de opdracht op blad 25, het afwerken van 30 teflonkabels. Denk aan het juiste codenummer van de kabel. Van de op maat geknipte kabels wordt eerst aan beide zijden 25 mm buitenisolatie en mantel verwijderd. Kies de juiste uitholling zonder de binnenisolatie te beschadigen. Dan wordt aan beide zijden nog eens 6 mm buitenisolatie verwijderd, zodat de afscherming 6 mm bloot komt te liggen. En als laatste handeling worden de binnenaders 6 mm aangestript. Tijdens de nakontrole letten op beschadiging van mantel en binnenisolatie. Bij een dergelijk beschadigde binnenisolatie door het schrapen van de messen moet de teflonkabel worden afgekeurd. Dus buitenisolatie en mantel 25 mm verwijderen, 6 mm buitenisolatie verwijderen en de binnenader 6 mm aanstrippen. Succes! Met de SIS-striptang, ook wel automatische striptang of ideaal striptang genoemd, heb je nu 5 oefeningen gemaakt. In deze 5 oefeningen zijn een aantal bedradingssoorten, zoals draad, snoer, enkelvoudig afgeschermde kabel en teflonkabel
op verschillende manieren afgewerkt. Hopelijk ben je nu ook een beetje gewend aan deze opleidingsmethode van lezen, zien en het zelf beoefenen. Voor je nu verder gaat, wil ik eerst even een paar punten met je bespreken. Het is je waarschijnlijk opgevallen dat iedere oefening wordt afgesloten met de nakontrole. Wen je deze soort nakontroles op je eigen werk aan, ook in je later functioneren op de afdeling. Het zal de kwaliteit van je werk ten goede komen. Dan iets wat betreft de volgende 6 oefeningen. Deze zijn per 2 oefeningen gecombineerd in 1 videoprogramma. Waarom nu dit combineren van de oefeningen? Het afwerken van draad en snoer hebben we in de vorige oefeningen grondig doorgenomen. In oefening 6 tot en met 11 gaan we telkens weer draad en snoer op dezelfde manier afwerken. Echter, nu steeds met een ander soort striptang. Wat ik in het videoprogramma zal behandelen, betreft de werkmethode van deze diverse tangen. Aan de orde komen de revolverstriptang, de Draka-striptang en de AMP-striptang. Deze 2 tangen worden ook weer samen in 1 videoprogramma behandeld, omdat de werkwijze sterk met elkaar overeenkomt. De AMP-striptang is nog niet in alle cursusboeken behandeld en we zullen dit dan ook uitgebreid in het desbetreffende videoprogramma doen. En als laatste wordt de kopstriptang behandeld. Hiermee zijn dan de meest voorkomende striptangen behandeld. Voor we nu met oefening 6 en 7 gaan beginnen, lees je eerst blad 11, de revolverstriptang, nog eens rustig over. De revolverstriptang leent zich bij uitstek wanneer er aders moeten worden aangestript die vrij kort zijn. Bijvoorbeeld zoals het hier bij deze draadboom het geval is. Met een SIS-striptang zal je dit niet lukken. Je ziet dat de aan te strippen aders niet lang genoeg zijn. Bekijken we de kop van deze revolverstriptang, dan zie je hier een kleminrichting. Voor het vastklemmen van de aders tijdens het strippen. Deze clips van de kleminrichting kunnen vervangen worden indien ze zijn beschadigd, om te voorkomen dat de isolatie van de aan te strippen aders wordt beschadigd tijdens het strippen. Verder zien we een boven- en een ondermes voor het insnijden van de af te strippen isolatie. Een instelwieltje voor het instellen van de mesholte. Deze tang heeft in tegenstelling tot de SIS-striptang slechts 1 mesholte die echter op verschillende grootte kan worden ingesteld met behulp van dit instelwieltje. Het wieltje kan zo verdraaid worden dat een bepaald nummer tegenover het merkteken op het bovenmes staat. Staat nummer 18 tegenover het merkteken, dan is de tang ingesteld voor AWG 18. Bij nummer 22 is de instelling voor AWG 22 verkregen. Op blad 6 van dit hoofdstuk kun je het een en ander lezen over AWG-getallen. De aanslag, die vooral gebruikt wordt bij seriewerk, kan door deze schroef los te draaien op de juiste striplengte worden ingesteld. Echter niet korter dan 10 mm. Het aanstrippen gebeurt door de handgrepen samen te knijpen. Overigens, de tang die eigenlijk onder de naam Striprite of Utica wordt beschreven, dankt zijn Nederlandse naam aan de vorm. Ten slotte de werkwijze. Van de aan te strippen aders moet het AWG-getal bekend zijn om de tang te kunnen instellen. Is dit niet het geval, probeer de instelling dan eerst uit op een stukje proefdraad en controleer dan telkens de stripbewerking op beschadiging van de kern en isolatie. Thank you.
mesholte instellen voor oefening 6 op 22, voor oefening 7 op 24. De aan te strippen ader tussen de bekken brengen en de handgrepen samenknijpen. Denk aan de nakontrole.